Tekenis is van Meijer, die inderdaad meeloopt met de elf die gaan spelen. En ik denk dat we, omdat Meijer met elf speelt, de naam van Boudewijn Zende zouden moeten doorstrepen uit de opstelling zoals die eerder voorbesproken is. De speaker geeft nu ook de wijziging door. Erik Meijer doet mee in plaats van Boudewijn Zenden. Wat de oorzaak van dit geheel is, is niet geheel duidelijk. Maar in ieder geval gaat nu de trainer van Ajax, Louis van Gaal, het veld in. En overlegt met Frank Rijkaard, met Frank de Boer en met zijn ploeggenoten om de betekenis van deze late wijziging duidelijk te maken en eventueel de nodige maatregelen te nemen. Erik Meijer dus door Aad de Mos, om welke reden dan ook. Is het een tactische reden? Is er nog iets met Boudewijn Zende gebeurd? Dat zullen we later horen. In ieder geval op het laatste moment door Aad de Mos in de ploeg gebracht. En Van Gaal maakt een ronde over het veld langs al zijn spelers achterin. Danny Blind is er hierbij om, zo heeft Ajax toch, in de zesde minuut de eerste plaagstoot uitgedeeld. Reiziger houdt het hoofd goed koel tegen Ronaldo. Liedman. Die door Niels vooralsnog ver weggehouden wordt bij Ronald de Boer, die in de punt van aanval speelt. Hier is Ronald de Boer. En als Liedmanen nu diep gaat, zo, dan wordt hij opgevangen door Wouters. De Boer. De Boer mag zomaar komen en scoort. Zevende minuut wedstrijd. En Ronald de Boer breekt de zaak wel bijzonder snel open. Ronald de Boer om Van der Gaag heen. Wouters kan daar niet kiezen omdat Liedmanen achterlangs kruist. En van die verwarring maakt Ronald de Boer gebruik om in te schieten. En met links, Menzo zit er nog aan, maar kan de bal niet keren. Scoort de Boer. Van Wouters de bal tot bij Ronald de Boer. Daar is Vinny Di George. En daar is Davids. En daar is 0-2. 14e minuut. En de defensie van PSV blijkt eens te meer de Achilleshiel. Ronald de Boer. George. En Davids. En voor hem is het natuurlijk extra zuur om binnen een kwartier er twee van zijn oude ploeggenoten achter zich in het net te vinden. Van der Gaag. Defensie van PSV natuurlijk eens te meer onzeker. Na deze treffer die toch als een mokerslag moet zijn aangekomen. En Ajax voelt dat aan. En hier is de slechte terugspeelbal. Seedorf kan er net niet bij. Jaagt dan om Menzo heen. Scoort en het is 0-3. Ook nog net binnen het kwartier. De terugspeelbal door Valks. En Seedorf. Als hij Menzo gepasseerd is, is het een koud kunstje.
iedereen bij PSV volledig uit het veld geslagen. Wel een vrije trap voordeel Erik Meijer. En Niels moet wachten tot de muur op afstand staat. Wat overtreding maakt. PSV wil in ieder geval proberen om de wedstrijd weer iets in de hand te krijgen via overtredingen. Wouters is even druk met Liedmanen. Hier zijn die twee. En daar is de overtreding van Wouters. Zoals al min of meer te verwachten was. Door Davids. De Boer weer los van Van der Gaag. George aan de rechterkant. Steekpaasje tot bij Davids. Menzo eruit en nu op tijd. Maar voortdurend, met name door het toedoen van Ronald de Boer, steekt de Ajax. Niels. Meijer, Hens. De beschuldigde ontkent. En heeft gelijk, maar de scheidsrechter wel gefloten. Dieptepaas van Frank de Boer. Hier is Van Vossen. Alleen Finidi George is mee voorin, dus gaat Van Vossen er zelf op uit. En dat doet hij schitterend, Peter van Vossen. Ja, dat is wat hij nodig had. De plaatsvervanger voor Mark Overmars. Ook jongsleden woensdag al ruim voldoende bij Ajax. En deze actie alleen voorin. Langs Promayon. En dan subtiel in de verste hoek gekruld langs Menzo. Het is 0-4 en voor PSV houdt de ellende maar niet op. Van Stanley Menzo. En dat is hier in Eindhoven, voor zover ik weet, nog nooit vertoond. Inmiddels een vrije trap tegen Numan. Boudewijn Sende. Toch in het elftal. En zijn voornaamgenoot Paalplats verlaat het veld. Frank de Boer die te lang wacht. Terugspeelbal, dus Menzo mag de bal niet oprapen. Blind. Blindkens. Ronaldo. Massa.
Ronaldo, de spits van PSV, die voor het seizoen ook door Ajax begeerd werd. Maar in Eindhoven beland. Boer. En Van Vossen. Wacht iets te lang Van Vossen of niet? Menzo kan het tij nog net keren. Kan het tij nog keren, maar dan nog Liedmanen. Seedorf. Met Numan. Liedmanen. Seedorf. Het is kat en muis. Aan maatregelen voor de nabije toekomst dus niet zal blijven bij het aantrekken van Michel Kreek alleen. Als Ajax daar tenminste niet een exorbitant bedrag voor vraagt. Want dat was nog een ontbindende factor. Misverstand tussen Seedorf en Reiziger. Ronaldo. Ronaldo, goed. En Niels. Een hoekschop via de Boer. En natuurlijk kan hij wel voetballen. En zit het hem niet mee in deze situatie, Ronaldo. En dan komt weer de luchtmacht van PSV met Valks en Van der Gaag mee. Niels. Overtreding door Van Vossen, waar Niels de bal goed onder controle had. Niels scoort. Met nog een kwartier te spelen wordt de pil iets verzacht. Goeie vrije trap. En het is 1-4. Misser van Davids. Sende. Sende. Goeie ingreep. Geen sprake van een strafschop. Van Vossen en Frank de Boer. Liedmanen en dan komt daar Wouters. Wouters die blij mag zijn als hij zonder gele kaart voor deze overtreding wegkomt. Het zou zijn derde zijn geweest. Nummer 10 van Ajax naar de kant. Ajax dus even met 10. En over 10 gesproken nog 10 minuten te spelen.
maanden terug. De Boer Liedmanen. Liedmanen wacht op steun. En als die niet komt, doet hij het zelf maar. Maar daar is Davids, ook Menzo. Niels. Lintjes maakte diepte, maar de bal kwam niet. En dan paas Niels. Niet zuiver genoeg. Ronaldo. Goed in de kleine ruimte. Schitterende reactie van de Sarro. Tweede helft laat hij af en toe zien wat hij in zijn mars heeft. Voor Ajax is dat geen verrassing trouwens. Hoekschop Niels. Daar pakt Mario van der Ende de bal en staat de uitslag vast. 4-1 in het voordeel van Ajax, afgetekend en wel. En voor Louis van Gaal dus een goede zegen hier in Eindhoven. En een goed toekomstperspectief. Mogelijk dat er na afloop veel nagepraat zal worden over die tumultueuze beginfase. Door de laatste wijziging in de opstelling van PSV. En dat er in Eindhoven bij PSV verder over deze wedstrijd nog veel langer zal worden nagedacht en nagesproken.